it don't matter now. Wie heb je allemaal meegenomen? Ik heb een paar oude liefdes meegenomen. Ja, die kwam je zo meteen. Ja, dat heerst hier. Ja, het zijn de bejaarden van uit Lichtenvoorde. En die zouden eigenlijk mee gaan crossen, maar de kerkdienst zit ze vooraan. Dus, ja, Bas, het is zondagochtend. De laatste dag alweer. Dat betekent dans in de kerk. Dans in de kerk. Het loopt hier zo meteen helemaal vol. Bijna, hè? Bijna. Nog even wachten. 3x7 jaar geleden tekende een groot Serenbergster, Tante Ricky, in wiens symbolische schaduw wij staan, de eerste contracten voor de Zwarte Cross. Het was als de vreugdevolle ochtend na de lange nacht van de gevangenschap. Ik heb een droom dat op een dag op de rode heuvels van de Veluwe de zonen van vroegere socialisten en de zonen van vroegere PVV-stemmers naast elkaar kunnen zitten aan de tafel van broederschap. Ik heb een droom dat mijn vier kleine kinderen op een dag in een land zullen leven waar ze niet zullen worden beoordeeld op de kleur van hun huid, maar op hun karakter. Ik heb een droom vandaag. En al wat van vlees en bloed is, dit tezamen zal zien. Nee! Dit is onze hoop. Eindelijk vrij. Eindelijk vrij. Dank, Tante Ricky. Eindelijk vrij. Zwarte Cross, dank je wel. Ja, het is even werken, maar dan heb je ook wat, denk ik. Nee, ik vond het heel leuk. Ja. Volgens mij vonden de mensen het ook, ze waren er goed bij voor mensen die al 3 dagen te veel gedronken hebben, zeg maar. Ja, maar ook de missie van de Zwarte Cross zat er lekker in. Goed gedaan, hè? Ja, ja, vond ik ook. Ja, ja, was ik tevreden. Heb je me herkend ook? Weet je, Martin Luther Lammert. Hé, dat is mijn broer trouwens. Ja. Maar je kreeg de kerk mooi vol zo 's ochtends. Ja, er kunnen veel pastoors nog een puntje aan zuigen. Oh nee, dat is bij pastoors. Ja, maar dat is een beetje een lullige keuze. Ja, dat klopt, ja. Wil je een beetje meezingen? Ja, maar ik ben nog helemaal de stem was kwijt. Ja, ik hoor het. Hoe bestaat het dat oude mensen dit allemaal nog mogen meemaken, hè? Het is u gegeven, hè? Ja, ik weet het. 91 jaar. Ja, en dan naar Bevoort toch op zondagmorgen? Ja, ja, ja. Heel leuk en heel leuk, hoor. Dag, dag!